Henk. Zeg, Henk, dat lijkt net een poortje bij Schiphol waar je gecontroleerd wordt op wapens. Zijn er wel eens gasten met een wapen bij je gekomen? Nee, wel met stevige vuist, dat heb je net gezien, hè? Maar die heb jij ook wel, hè? Ja, ik kan een man hoor, denk ik wel. Ja, je bent ook een bokser, hè? Nou, misschien in het volgende programma, hè? Ja, Amerikanen moeten zich niet alles verbeelden, hoor. Rudy tegen Christoffer. Ik zei net, wat gaat er nu gebeuren in de fabriek? Worden jullie het liefdespaar van het nieuwe seizoen of niet? Ja? Ja. Wat mogen we ervan vertellen, Chris? Alles, als het maar geen kwaad kan. Nou, misschien zien we dat straks nog. Ja, er komt een dimensie bij in ieder geval. Ja. Liefde zie je bij mensen, dus misschien komen we erachter tijdens dit gesprek, je weet het maar nooit. Liane, ik vind het leuk jou ook eens in het programma te hebben. Rudy is al eerder geweest, maar we hebben jou nog nooit op Liane Lommelman zien spreken op de televisie. Hoe zie jij de figuur van Jannie Posma? Nou, Jannie is een hele zelfstandige vrouw die heel goed met de emoties weet om te gaan en heel erg toegewijd is. En nou ja, in dit geval natuurlijk een hele stille liefde koestert voor haar baas. Liane, heb jij veel gemeen met Jannie Posma? He, ze is dus een vrij onafhankelijke... Ja, dat hebben wij wel een beetje gemeen. Ik ben ook heel zelfstandig altijd geweest. En onafhankelijk, ja, dat hebben we waarschijnlijk best wel gemeen. Want je bent nu een vrouw alleen. Ja, het klinkt heel dramatisch, maar het is het natuurlijk niet. Maar je vindt dat wel prima zo? Ja, op dit moment wel. Ik heb daar heel bewust voor gekozen. Mijn leven heeft zich in een bepaalde manier ontwikkeld. En ik voel me daar op dit moment prima bij. En wat de toekomst inhoudt, dat kan niemand zeggen. En dat weet ik ook niet. Dat is toch een hele nieuwe trend bij veel vrouwen die dus zelf een carrière opbouwen en toch liever alleen willen zijn. Tenminste een, ja, het hangt er vanaf waar je op een gegeven moment voor kiest. Ik bedoel, voor hetzelfde geld was je een hele andere kant uit gegaan. Maar voor mij is dat nu dus zo geworden en ik ben daar heel gelukkig mee. En ik ben veel losser geworden, vind ik zelf. Ja. Ik heb wat meer zekerheid gekregen en... stel me ook wat spontaner op en dat is echt een hele prettige ontwikkeling. Ja. Ik durf gewoon meer. Ja. Heb je dat ook gemerkt, Rudy? Want jij hebt het natuurlijk van heel nabij meegemaakt. Ja, ja. Ik heb ook gezegd, het wordt wel tijd, hè? Dat Nee, maar is zij dus bij de tweede serie ook veranderd in de manier van hoe ze werkt? Maar de rol ook. De rol is ook geschreven naar meer zelfverzekerde, meer bewuster. En dat liep nou toevallig... ook privé in jouw leven, parallel met die rol. En ik heb nu gemerkt in de tweede serie dat ze, ook als ik wel eens iets zei, dan heel goed van zich af kon bijten op dat moment. En dat deed ze in de eerste serie niet. Dus, nee, wat gebeurde er toen? Nou, dan zei ze iets van, denk je dat het zo is? En nu zegt ze wel eens, denk je dat het zo is? Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar... Was jij in het begin niet, Rudy is nogal een dominerende persoonlijkheid... En, was je in het begin niet een beetje bang voor hem? Nou, je moet toch vrij in de scène willen spelen? Bang niet echt, maar ik luisterde eerst wel altijd heel erg goed naar hem inderdaad. En, en dan kwam ik pas een dag later erachter van toch eigenlijk maar niet. En ik ben dus geleerd om tegenover hem wat sneller te reageren. Want het duurde dan vaak langer. En Rudy is dus veel sneller, ik ben vrij serieus en... zwaar op de hand. Maar je krijgt nu sneller tegenspel. Dat is gewoon wel goed. Leuker en omdat je 2 jaar met elkaar werkt, dat is natuurlijk ook je krijgt toch een bepaalde band. Ja. En in zo'n 2 jaar, en ik heb, dat moet ik zeggen, met Diantje erg prettig gewerkt. Op de scènes, maar ook daaromheen. Je weet, filmen is vaak urenlang wachten en zo. Ja. En het weer overdoen en het weer overdoen. En dan zeggen sommigen, laten dat wel eens afweten of worden een beetje knorrig en zo. Maar dat heeft zij niet. Dus wij kunnen erg goed met elkaar opschieten. Het klikt goed, de serie. Ja. Ik moet ook soms vreselijk met Rudy lachen. Maar als ik dan net op, stel ik al aan Rudy, als ik dan net opgemaakt ben, dan ga ik een beetje van hem weg zitten. Want anders kunnen ze weer opnieuw beginnen. Dus als je een hele dramatische scène moet spelen, dan komt hij van tevoren naar je toe en dan... Het hangt er wel eens van af als je lang zit te wachten. Ja. En zo, dan gaat Rudy verhalen. Of hij imiteert wel eens iemand, daar moet ik dan verschrikkelijk om lachen, want het is heel raak. Loopt er make-up niet door, dus dan moet je opnieuw. Ja, je imiteert heel goed, hè? Heel goed. Guus Hermes, dat is wel belangrijk. Want eigenlijk zou Guus Hermes deze rol eerst zullen spelen die jij speelt. Ja, dat is zo. Dat mag nu wel verklapt worden. Ja, natuurlijk mag verklapt worden. Ik bedoel, Guus zou eerst... Je hebt nou toch de televisiering, dus. En die krijgt hij niet van me, dus ik krijg die antwoord, hè? Nee, maar als er één blij was met het succes van, laten we zeggen, mijn rol, was het Guus. Die was de eerste die mij
daarmee feliciteerde. En Guus zou eerst dus Rustenburg spelen. En ik zou Kampers, die een beetje loesje directeur spelen. Want dat vond Joop van der Ende toch dat ik dat meer aan me had. Dus hij... nou, heeft het dus ook wel eens mis, hè? Goed. En toen wij dus de eerste viewing zagen van de eerste twee afleveringen. Toen kwam Guus, die zat er ook naar te kijken. En die kwam toen naar me toe. En dat is typisch Guus, die moeilijk een complimentje maakt. En die zei tegen me... Ik ben voor jou blij dat ik het niet gedaan heb. Gefeliciteerd. Kijk. Nou, dat is een enorm compliment voor je. Hè? Nou, dat is dus en dan zal iemand zeggen, goh, goh, he. Dat vind ik, als ik een compliment krijg van een kanjer van een acteur als Guus Hermes, dan ben ik daar bijzonder blij mee. Ko van Dijk heeft ook veel invloed op je gehad. Heel vet. Ja, ik vind dat jij af en toe steeds meer op Ko van Dijk gaat lijken. Maar ik bedoel, in je... Kijk, ja, je moet natuurlijk van die nooit... Buien, van die... Jawel, maar die buien had ik vroeger al. Ga maar eens met mijn moeder praten. maar, nee, je moet natuurlijk nooit... Het gevaar van Ko was, en dat hebben veel acteurs gehad, en ik ook in het begin, je begon dat je hem ging imiteren. Dat heb je vaak met een idool. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Je moet gewoon jezelf zijn. Maar die man, dat was alleen maar theater. In zijn uitbarstingen. Het was ook moeilijk om met hem, als je, zoals met Dagboek van een Herdershond, trokken we dan maanden in Limburg op. En dan was het soms moeilijk met die buien van hem te leven. Want hij was geen 10 minuten hetzelfde. Hè? Maar ik heb wel eens gezegd, hij is 62 geworden. Maar sommige mensen, al zouden ze 200 worden, zouden ze niet zoveel beleefd hebben in hun leven als hij. Dat ging zo met een... zoals hij dat Cyrano regisseerde. Ja. Het liefste had hij heel Cyrano gespeeld, inclusief Roxane en 18 nonnen. Hij had ook die 18 nonnen gespeeld in zijn eentje. Ja. Hij, ja. Hij had ook een mooie uitdrukking gehad over het toneel. Hè? Nou, dat was dus van... hij had hoeveel uitdrukking niet, maar dat je zegt, kijk, we hebben die televisiering gewonnen. Dat is een prijs van het publiek. Ja. Daar zijn we verschrikkelijk blij mee. Niet de prijs van de critici of van de Raad van de Kunst, want dat zijn toch ook altijd mensen... Ik heb er niet zo'n hoge pet van ook, maar die... Goed. Het publiek, daar maak je het voor. En Ko zei, je gaat niet je krent uitstaan drukken voor een lege zaal, hè? Zei hij dan. Nee, het publiek is je graadmeter en daar doe je het voor. Hans Keuls, de schrijver, die heeft dus een boek ook geschreven over de fabriek. Die zei, ik ben zo blij dat Diana dus het boek heeft uitgereikt, want ik heb nog iets goed te maken met haar. Maar hij zei niet, wat onthul jij dat onze kijkers is? Wat had Hans Keuls met Diana Dommelman goed te maken? Nou, hij heeft het inderdaad wel gezegd. Het was heel erg, ik was echt heel erg door verrast wat hij vertelde. Het was namelijk, ik was net aan het toneel en dan ben je natuurlijk, iedere rol. En ik zou dus een hoofdrol spelen in een stuk wat een film zou worden van hem, Plantage Tamarinde. En daar had hij mij dus heel graag die rol willen laten spelen. Maar de regisseur besliste toen anders en dat was voor mij toen een enorme teleurstelling. Ja, en naarmate je dus verder in het vak komt, leer je beter incasseren, leer je dat allemaal beter verwerken. Maar toen, dat vond ik dat toch wel heel erg. En toen, dat heeft hij onthouden en nu vertelde hij dus dat hij dat in zijn hoofd heeft gehad en ook Jannie Postma heeft geschreven met mij in gedachten. En dat was natuurlijk ontzettend fijn om dat te horen. Ik vond het echt heel verrassend. Hij heeft me ook verteld dat hij in zijn geheim toch altijd een beetje verliefd op je geweest. Ja, dat heeft hij ook gezegd. Ja. Dat vind je dat als actrice, toch? Nou, het is ontzettend lief. Ik vond het heel ontroerend, eigenlijk. Ja. Alles wat je nu zegt kan tegen je gebruikt worden. Ja. Dat heb ik gehoord, Maar over liefde gesproken, wat gaat er nu, de grote vraag, gebeuren tussen Dries Rustenburg en Jannie Postma? We hebben dus in Toskompas kunnen lezen, dus van de volgende week, dan kijk ik altijd wat gaat er met zo'n serie gebeuren. Is dat toevallig dat Dries Rustenburg naar Portugal ging? Nou, bij mij gebeurt niet zo vaak iets toevallig, nee. Nee, toen wij hoorden, en dat was tamelijk uniek, dat er twee afleveringen van de eerste serie opgenomen waren, dat de Tros toen al zei van, jongens, we maken er een vervolg op, dat is me nog nooit overkomen. Meestal wachten ze eerst af, uitzending, kijkcijfer, waardering en zo, dus dat ging heel vlot. Toen eindigde Hans Keuls dan, die laatste van de 6 afleveringen, dat ik zeg, ik weet niet wat ik doe, ik rij maar een beetje naar het zuiden en zo. En toen zei Hans, dan gaan we daarmee verder. Ik zeg, die Rustenburg rijdt niet naar Knokke of Oostende, die rijdt naar Portugal. Want jij hebt daar een huis, hè? Ja, een huis, ik woon daar. Het is jouw tweede... kennissen en het is mijn tweede vaderland. Ja. En, dus ik zeg, die man rijdt naar Portugal. En zo is dat gebeurd, hè. Wat trek jij zo aan in Portugal?
Zijn de mensen daar ook anders? Dat land, dat heeft ook de hele Middellandse Zee, hoor. De landen rond de Middellandse Zee. De manier van leven, het klimaat, de bloemen, de kleur, het eten, de mensen. En de mensen doen daar, zuiden. Meer met, zoals het in Portugal zeggen, met coração. Coração is het hart. En wat minder met de cabeça. En ja. Wij doen hier in Holland alles erg met het hoofd. Ja? En wat minder met het gevoel. Vind je dat ook, ja? Ja, vind ik absoluut waar. Maar ja. Jij voelde je in Portugal ook wel... Heerlijk. Dus het was een uitstekend klimaat om iets... hè? Ja, wat en warm, je trekt nog wel eens wat uit. Ik bedoel, dat... Ja, nou ja, goed, dat is hier in Holland. Het is een familieprogramma. Ja, dat weet ik. Maar goed, ik bedoel, een blouseje, dus ga niet verder. Je blouseje trek je uit. Ja. Maar is er al enig contact... te bespeuren niet tussen jullie twee. Ik bedoel, wordt het een liefdespaar of niet? We zullen het, dames en heren, een klein voorproefje. Maar we zullen dat vrijdagavond zien op het trosscherm. Wordt het een liefdespaar of niet? Janne Dobbelman, hartelijk dank. Rudy Paltenhaag, hartelijk dank. Fijn dat jullie met gaan.